Hallo vriendelijke vrienden, in deze video neem ik eventjes met jullie het examenprogramma van het onderwerp cultuur van het moderne door. Waarschijnlijk is dit niet de eerste video in deze serie van 3 of 4 die je kijkt. Waarschijnlijk heb je al gekeken naar de video over burgerlijke cultuur of massacultuur of hoofdcultuur. Dus ik ga niet alles nog een keer opnieuw uitleggen. Ik doe dit op basis van de examensyllabus. En de examensyllabus is feitelijk een document voor docenten, waarin de examentermen staan die allemaal behandeld dienen te worden per onderwerp. Maar het is natuurlijk voor leerlingen die examen moeten doen ook reuze handig om te gebruiken als een soort checklist. Heb ik nou alle kenmerkende aspecten van het onderwerp begrepen? Je hoeft ze niet zoals bij geschiedenis te kunnen reproduceren, maar je moet wel van alles begrijpen wat ermee bedoeld wordt. Dus ik raad mijn leerlingen zelf altijd aan, de leerling die examen gaat doen in elk geval, om die syllabus als uitgangspunt te nemen van de studie voor het examen. Begin niet met een boek. Begin ook niet met je aantekeningen, maar begin vanuit dit. En gebruik dan je boek of je aantekeningen of mijn video's, die ik ook uiteraard van harte kan aanbevelen. Ik krijg daar 0 euro voor precies, dus ik zeg dat niet om geld mee te verdienen, maar ik hoop dat ik jullie daarmee kan helpen. Gebruik die niet als uitgangspunt, maar gebruik die als een soort naslagwerk om dit te kunnen begrijpen. Want zonder dat je in de les bent geweest en ook nog zelf hebt gestudeerd op basis van andere bronnen, kun je dit natuurlijk nooit begrijpen. Realiseer je nu dat je wel in de les bent geweest, maar eigenlijk 2 of 3 jaar lang helemaal geen fuck hebt gedaan, ja, dan is het misschien wel een klein beetje te laat. Of je moet nu extra veel gas gaan geven, wat mensen die wel hebben opgelet tijdens de les van mij, of als je mij niet kent, of niet als docent hebt gehad, van je eigen docent, die hebben een beetje voordeel. Maar ja, zo heet onderwijs. Goed, ik ga beginnen. Zoals ik jullie in de andere video's ook al heb verteld, bestaat zo'n pagina uit een stukje accenten en een stukje specificaties. Die specificaties die zijn vergelijkbaar met de kenmerkende aspecten van geschiedenis, behalve dan dat je ze niet uit je hoofd hoeft te leren. In de HAVO-syllabus staat ietsjes minder dan in de VWO-syllabus. Dus dat is iets minder leerstof. Die hebben uiteraard ook een jaar minder les gehad. Ik ga niet 2 verschillende video's voor dit onderwerp opnemen. Dus ik zal telkens als een examentermen in de syllabus alleen voor VWO geldt, even hierboven een bannertje neerzetten dat het alleen voor VWO is. En ik zal het er waarschijnlijk ook wel bij vertellen. Cultuur van het moderne is altijd examenonderwerp, net als massacultuur. Die twee vormen samen het onderwerp 20e en 21e eeuw. Ik denk zelf dat cultuur van het moderne het moeilijkste is van de examenonderwerpen, omdat, ik weet niet helemaal precies waarom dat is. Ik denk dat het onder andere te maken heeft met het feit dat er heel veel verschillende dingen voorbij kunnen komen. Dus moderne cultuur is heel erg veel. Dingen die allemaal net een beetje anders zijn. Het is vaak ook lastig, hè? Moderne kunst, als je daaraan denkt, of moderne muziek of modern toneel, dat is ook wat lastiger te begrijpen dan klassiek. Dus je kan je voorstellen dat het onderwerp hofcultuur of burgerlijke cultuur, hè? Wat er van uit de Renaissance komt, dat dat wat makkelijker te leren is, dat dat wat concreter is dan dit. Hè? Dit is een vrij abstract onderwerp. En als je naar de syllabus kijkt, dan zullen we ook zien dat de manier waarop die examentermen zijn geformuleerd ook best wel vaag zijn. Dus ik zal proberen juist in deze video om het allemaal net wat duidelijk te maken.
Alleen aan deze video heb je niks. Ja, je hebt er wel iets aan, maar ik bedoel, met alleen dit kom je er niet. Dus je zult toch nog met je boek, met je aantekening, met mijn video's aan de slag moeten. Dus stop niet na het kijken van dit, want er is nog veel meer te doen. Goed, dan ga ik even beginnen met de accenten binnen het onderwerp. Die zijn bij, ik heb dat wel genoteerd, maar ik ga het toch even dubbelchecken. Die zijn bij HAVO en VWO exact hetzelfde, dus daar kan ik even doorheen lopen. Wat bedoelen we nou met die accenten? Dit zijn eigenlijk de onderwerpen, subonderwerpen, die de examenmakers kunnen gebruiken om hun vragen bij te verzinnen. Dus eigenlijk staat hier in bolletjes alles, alle dingetjes die binnen dit onderwerp voorbij kunnen komen. En dat is dus, en dat hebben we bij burgerlijke cultuur en bij massacultuur. En als ik ooit over cultuur heb opgenomen, dat moet ik nog doen, zul je dat daar ook zien. Is dat eigenlijk alles? Dus je hebt er in principe geen reet aan. We weten niet concreet. Ja, dat is een nadeel van op een school opnemen. Dan komt nu een klas voorbij. Nou, dat maakt niet zoveel uit. Je hebt er in feite niks aan, maar het is wel even alles wat possibly voorbij kan komen. Nou, daar gaat hij dan. De eerste bolletje is meteen, staat meteen een moeilijk woord in. Daar staat avant-gardistische stromingen. Dat is het hele idee van wat modern betekent. Hè. Modern betekent niets meer of minder dan afwijken van wat klassiek is. Klassiek, tot 1900 zeg ik maar voor het gemak, kijkt men met een klassieke bril naar kunst en cultuur, hè? Klassieke muziek, klassieke beeldhouwkunst, klassieke bouwkunst, etc. En modern is het tegenover klassiek en modern, dat zijn twee tegenovergestelde begrippen. Ja, dus of er iets is klassiek, of er iets is modern. Een combinatie daarvan bestaat ook, kan natuurlijk wel, hè? Maar dat vinden we vaak niet mooi. En het begripje avant-gardistische stromingen zegt het eigenlijk al. Binnen die moderne kunst zijn er allerlei verschillende stromingen. Cubisme, expressionisme, surrealisme, dadaïsme, futurisme, noem het allemaal op. Die als enige overeenkomst hebben dat ze avant-gardistisch zijn. En wat bedoel je nou met avant-gardistisch? Vooruitstrevend. Een kunstenaar is avant-garde, of een kunstenaarsgroep, of componist, whatever, is avant-garde als die vooruitstrevend denkt, progressief denkt. Durft te experimenteren. En het risico van experimenten is dat je kan falen. Vincent van Gogh, geen examenstof omdat hij feitelijk niet in de 20e eeuw heeft geleefd. Vincent van Gogh is een voorbeeld van een kunstenaar. Een van de eerste kunstenaars die echt avant-garde waren. Hij zei, oké, weet je, ook al verkoop ik nooit iets in mijn leven, fuck it, dit is wat ik wil maken. En dan kijk ik het wel. En mensen zeiden, ja, de perspectief klopt niet en die kleuren, doe eens normaal man met je rare bloemen. Hij zei, nou en, dit is wat ik wil maken. Nou, dat bedoelen we met avant-garde. Dan staat er expressie en abstractie. Nou, dat is ook een kenmerk van cultuur van het moderne. Een beetje raar begrip, ik zou het zelf niet gebruiken, maar goed. expressie in de kunst, het uiten van je eigen gevoel als kunstenaar. Met kunstenaar bedoel ik dus ook steeds componist, theatermaker, whatever. Dat hebben we in de klassieke kunst natuurlijk niet, hè, dat de kunstenaar zijn eigen individuele expressie daarin mag gooien. In de moderne kunst wel. Denk maar aan moderne dans. Hè. Abstractie, dat is ook een kenmerk van het moderne. In de klassieke cultuur bestaat niet zoiets als abstractie. Dan moet kunst altijd iets voorstellen. En in de moderne kunst natuurlijk wel. Dan staat er een bolletje over architectuur. Wat is nou het kenmerk van architectuur in de moderne tijd? Dat is niet klassicisme, maar dat is wat ze hier noemen functionalisme. Nou, dat is een begrip wat ik zelf ook niet snel zou gebruiken. Maar misschien heb je wel eens de kreet form follows function gehoord. Hè? In de bouwkunst, in de moderne bouwkunst. En ik zit nu in een gebouw waar je dat ook heel goed kan zien. Hier aan de muur achter mij zie je niet zo heel veel. Maar het is een vrij functionele muur. Die is gewoon plat en wit. In de moderne bouwkunst gaat het om functionele, ik kan maar even kijken of mijn laptopje kan draaien, dan kan je het zien. Kijk, functionele bouwkunst, glas, staal, gebouw, that's it.
En de klassieke bouwkunst, daar zit toch altijd ook een klassieke theorie achter, van Vitruvius of wie dan ook. Is rijk versierd, mooie materialen. En dat is in moderne bouwkunst niet. Nou, ik noem ze in de syllabus functionalisme. Fair enough. Ontwikkelingen in de kunsten in Rusland, bijvoorbeeld constructivisme. Constructivisme is ook één zo'n stijl. Dat zul je dan even moeten opzoeken. Ontwikkelingen in de kunsten in Rusland, ja. Waarom die als apart bolletje erin staat, weet ik niet precies. Ik zou het raar vinden in deze tijd, 2022, 2023, op het moment dat Rusland niet zo heel erg cool bezig is, zou ik maar zeggen, om iets met Rusland te gaan doen in het examen. Maar goed, ik ga dus ook even op zoek naar wat er gebeurt eigenlijk in Rusland in het begin van de 20e eeuw. Psychologisch realisme, Konstantin Stanislavski en epistheater Bertolt Brecht. Dat gaat over drama. Dat gaat over twee verschillende manieren van het beleven van drama. Wat is nou eigenlijk drama? Nou, meneer Stanislavski, ook een Rus, die had een idee bedacht in de 19e eeuw al, dat drama vooral moest gaan over het zo realistisch mogelijk naspelen van de werkelijkheid. Dat zou je eigenlijk klassiek kunnen noemen. Misschien heb je bij Nederlands het wel naturalistisch ooit gehoord. Maar daartegenover komt een moderne theatermaker, Bertolt Brecht. En Bertolt Brecht zet er iets tegenover. Niet theater wat heel erg realistisch en ingeleefd moet zijn, maar juist theater wat laat zien dat het maar theater is. En waarmee de toeschouwer niet achterover wordt gedrukt om te genieten van een verhaal, maar waarbij de toeschouwer juist aan het denken wordt gezet over wat er allemaal mis is in de samenleving. Bertolt Brecht en Stanislavski staan, concreet genoemd in de syllabus, zonder het woordje bijvoorbeeld ervoor. Dat betekent, Brecht en Stanislavski, zorg dat je wat zij hebben bedacht over drama goed begrijpt. Bij Bertolt Brecht horen we vervreemdingseffecten bijvoorbeeld. Dat staat misschien verderop bij de specificaties ook nog even genoemd. Zorg dat je dat eventjes begrijpt. Stanislavski heeft indirect iets te maken met iets wat we method acting noemen, hè, een bepaalde acteerstijl. Zorg dat je dat begrijpt. Want het staat niet voor niks in de syllabus. Bij het volgende bordje staat iets over dans, vernieuwing van academische dans, bijvoorbeeld de ballet Rus. De academische dans is eigenlijk de klassieke dans, hè, uit de 19e, 18e eeuw. Hoe werd er over dans gedacht? Dat is een beetje het klassieke beeld wat je hebt van ballet bijvoorbeeld. Maar dan komen daar in de 20e eeuw de ballerus. En de ballerus gaan juist breken met die academische dans. Die zijn modern, die gaan iets nieuws doen. En dan staat erachter ook ontstaan van modern theaterdans. Dat doen de ballerus, maar dat doen bijvoorbeeld ook choreografen zoals Isadora Duncan en Martha Graham. Dus zorg dat je in elk geval eventjes opzoekt wat hebben die Duncan en Graham dan specifiek te maken met de vernieuwing van dans in die tijd. Zorg dat je er ook eens een fragmentje van kijkt. Misschien zoeken ze een dans van Martha Graham op. Die zat vorig jaar volgens mij weer in het examen. En dan staat daar dansrages. Nou, dat gaat niet per se over theaterdans, maar over sociale dans. Hè? Dus dans voor de gewone mens. Niet als kunstvorm, maar wat doen mensen in hun vrije tijd. Bepaalde dansen die opkomen in die tijd. De Charleston en de Foxtrot en de cha-cha-cha, weet ik het wel. Beetje raar woord, dansgarages. Ik zou het zelf niet gebruiken in de lessen, maar goed. Volgende bolletje, expressionisme en atonaliteit in de muziek. Hey, expressionisme in de muziek, bestaat dat ook? Het bestaat in de schilderkunst, tuurlijk, maar bestaat het ook in de muziek? Zeker, dat heeft te maken met meneer Schoenberg. En meneer Schoenberg, die staat verderop, denk ik, nog wel genoemd. Ik kan hem zo snel niet vinden, maar het zou me verbazen als hij er niet in staat. Atonaliteit heb je hopelijk iets over geleerd in de reguliere lessen. Atonaliteit is een manier van, ja, hoe moet ik zeggen, is een manier van muziek schrijven die je expressionistisch zou kunnen noemen. Dat heeft meneer Schoenberg bedacht. Dus als je niet begrijpt wat atonaliteit is, je kan het niet uitleggen, je kan het niet herkennen, zorg dan dat je dat even gaat doen. Ontstaan van nieuwe muzieksoorten, blues en jazz staan erbij als voorbeeld. Hè. Nieuwe muzieksoorten, begin 20e eeuw, blues en jazz. Dat zijn stijlen die komen eigenlijk voort vanuit de African-American traditie. En die komen zo de, laten we zeggen, de westerse muziekwereld binnen.
En er staat als laatste bolletje ontwikkelingen en experimenten binnen film. Film is vanzelfsprekend pas in dit onderwerp aan de orde. Hè. In de 17e eeuw bestond dat nog niet. En er staan erachter voorbeelden van filmmakers die revolutionaire dingen hebben gedaan op het gebied van film. Sergei Eisenstein, heb ik ook nog een video over. Russische filmmaker. Duits expressionisme is een apart genre binnen de film, jaren 20 vooral. Hollywood genres, hè, wat zijn genres? Dat zijn soorten film, horror, detectives, thrillers, romantiek, whatever. En animaties, Disney bijvoorbeeld. Ja, dit spreekt allemaal wel voor zich. Maar je ziet dat het vergeleken met die andere onderwerpen, massa en burger en hof, hier staat al veel meer. En ook veel moeilijke dingen omschrijven. Dus we zien hier meteen, oké, we hebben hier te maken met een relatief moeilijk onderwerp. Waar je niet onderuit kan, want het zit er elke keer in. Ja? Dus niet dat jullie dit jaar pech hebben, het zit er wel elke keer in. Nou, dan gaan we naar die specificaties. Hè. Die zijn vanuit de invalshoeken geschreven, dat heb ik al eerder verteld. Sommige docenten werken vanuit die invalshoeken, anderen niet. In het examen zul je daar niet per se iets van terugzien van die invalshoeken. Dus, maar het zijn manieren van kijken naar kunst en cultuur. Je kunt naar kunst en cultuur kijken in de combinatie met religie of levensbeschouwing. Dat is de eerste invalshoek. En dan staat er wat is nou kenmerkend voor die cultuur van het moderne wat betreft religie en levensbeschouwing. Nou, eerste streepje, visies op geschiedenis, breuk met het verleden. Dat definieert eigenlijk wat modern is. Hè? Breken met het verleden. Dus die... Nee, toch een berichtje. Wacht even. Dit moet ik zo even teruglezen. Dat is een te lang mailtje. Vies op gezien. Ja, goed, ik zei het al. Dit is wat het onderwerp definieert. Hè, in de 20e eeuw. Nieuwe eeuw, nieuwe tijd, nieuwe materialen, whatever. We gaan het allemaal nieuw doen. Weg met het verleden. Dat de futuristen zijn daar heel extreem in. Hè. Die willen echt letterlijk oude kunst kapot maken. Dan staat er een streepje wat alleen voor VWO is. Ontdekking van het onderbewuste tussen haakjes Sigmund Freud. Ontdekking, het is natuurlijk niet een ontdekking, maar Sigmund Freud, de psychiater, schreef als eerste theorie over het onderbewustzijn in de mensen. We hebben een bewustzijn en we hebben een onderbewustzijn. Nou, dat heeft wel degelijk heel erg invloed gehad op de kunst, op de dans, op de beeldende kunst in die tijd. Dus... zorg even dat je weet wat die Freud erover heeft gezegd. Het staat in je boek. Ik bespreek het ook nog in de les. Esoterische stromingen. Nou, ik hoop van harte dat dat niet in het examen komt. Maar je ziet een beetje de... Begin van de 20e eeuw ook wat alternatievere ideeën over de mens en de natuur ontstaan. Hè? Antroposofie en zo. Dat noemen we esoterische stromingen. Mondriaan deed er bijvoorbeeld wat mee. Rudolf Laban, choreograaf. Filosofische benaderingen versus christelijk mens en wereldbeeld. Ja, dat is, spreekt voor zich. Hè. Die 17e eeuw en die 16e eeuw, wat ook examenonderwerpen zijn, worden nogal bepaald door christelijk mens en wereldbeeld. In de 20e eeuw is die secularisatie best wel ver doorgetrokken, hè. Ontkerkelijking. En zien we in Europa dat er meer filosofische benaderingen van het leven komen in plaats van dat het christendom domineert. Dat spreekt voor zich. Nou, dan gaan we naar eentje die ook weer voor HAVO is. Utopieën van de nieuwe tijd. Kunst is baanbreken voor die nieuwe tijd. Kunst van maatschappij veranderen. Deze examenterm staat er al jaren. Het is al zo lang ik het doe, staat hij er op dezelfde manier in. Super vaag geformuleerd, want wat staat er nou eigenlijk? Utopieën van de nieuwe tijd. In het begin van de 20e eeuw geloofde... kunstenaars, filosofen, wetenschappers, intellectuelen, dat de 20e eeuw een nieuwe tijd zou aanbreken. En niet alleen een nieuwe tijd, maar ook een tijd die beter zou zijn dan de vorige tijd. Dat noemen we een utopie, hè? Een ideale samenleving. En kunst is baanbreker, een woord dat ik nooit gebruik. Maar goed, kunst kan dus bijdragen aan het creëren van een nieuwe eeuw, een nieuwe tijd waarin alles beter wordt. He, kunst kan en wil de maatschappij veranderen. Denk maar aan het futurisme, denk maar aan het dadaïsme. Dat zijn hele geëngageerde stromingen, de een wat fouter dan de ander, die echt willen bijdragen aan het verbeteren van de samenleving. Bauhaus, he, ontwerpopleiding voor nieuwe, met nieuwe materialen en nieuwe
ideeën. Nou, die willen dat. En dan staat er bij het laatste streepje: kunst heeft geestelijke waarde en universele betekenis op zoek naar essentie, abstractie. Er ontstaat in de 20e eeuw een idee dat kunst niet alleen maar rationeel is, maar dat kunst ook hier kan zitten. Hè. Denk maar aan abstracte schilderkunst, waarin kunstenaars op zoek gaan naar de essentie. Wat is nou het meest universele, staat er, wat we kunnen afbeelden? En het meest universele is wat we van binnen hebben, niet wat we zien. Hè. Wat we zien is voor iedereen anders. Maar wat we voelen is natuurlijk ook voor iedereen anders. Maar iedereen snapt universele dingen. Liefde, haat, woede, whatever. Het is een vrij moeilijke zin, maar het gaat hier om dat kunstenaars denken, we moeten iets maken wat we allemaal kunnen begrijpen. Terwijl ze een schilderij maken van Jezus aan het kruis of van Julius Caesar die wordt gedood. Ja, dat is maar voor een beperkte groep te begrijpen. De abstracte kunst, misschien hebben jullie ooit het zwarte vierkant van Malevich gezien, abstracte kunst is universeel. Kunst en esthetica, wat vinden we mooi in een bepaalde periode? Hè? Dat is natuurlijk in elke eeuw en elke tijd anders. Esthetiek, het idee van schoonheid. Dan staat er bij het eerste streepje van het materiële naar het geestelijke, verwerping, natuur, getrouwheid. Bijvoorbeeld cubisme, dat is min of meer hetzelfde als wat ik net zei. Je ziet in de beeldende kunst dat er stromingen ontstaan die willen afwijken van het klassieke. Die juist dat hele idee van natuur, getrouwheid, realisme in de schilderkunst of in de beeldhouwkunst weg willen. Bijvoorbeeld de cubisten, Picasso hoort daarbij. En dan ga je dus van het materiële naar het geestelijke, hè, van het tastbare naar wat je niet kan tasten. Vormverhouding. Bijvoorbeeld Piet Mondriaan de stijl. Nou, Mondriaan, ja, god, strepen, vlakken, abstractie, universele taal. De stijl is het clubje waar hij bij zat. Twee streepje, meer of meer hetzelfde, uitdrukking van het innerlijke van de kunstenaar. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor de beeldende kunst, maar ook bijvoorbeeld voor de dans. Ook voor drama, hè, Theater van de Vreedheid, Artaud. Gaat ook over het uitdrukken van het innerlijk. Volgens mij staat Artaud verderop nog eens genoemd. Dan staat er iets over drama, maar dat is alleen voor VWO, theorievorming. Oh nee, het is niet over drama. Het is gewoon theorievorming in het algemeen. Hè. Er zijn verschillende kunstenaars en kunstenaarsgroepen die ook op papier zetten hoe zij denken over wat kunst moet doen. Bijvoorbeeld in het futuristisch manifest hè, van meneer Marinetti. Daar heb ik ook een aparte video over. De Blauwe Reiter, kunstenaarsgroep, expressionisme uit Duitsland. An Actor Prepares, dat is een boek van die Stanislavski die ik eerder noemde. Hè. Wat moet je als acteur doen om je voor te bereiden op een rol? 12 toonstechniek, dat heeft met Schoenberg te maken en atonaliteit die ik eerder noemde. Dus 12 toonstechniek moet je ook even weten wat ermee bedoeld wordt. En Rudolf von Laban, die noemde ik volgens mij ook eerder al. Dat is een choreograaf die ook van een beetje een spirituele gast, die in de bergen met dansers op zoek ging naar, wie ben je nou zelf, je blote lul, lekker door de natuur hobbelen, fijn, goed. Fijn, weet ik niet of dat fijn is, maar dat vond hij in elk geval. Dan hebben we het streepje wat ook bij Havel weer in staat, originaliteit als criterium. In de moderne kunst gaat het heel erg om altijd maar vernieuwen, als het maar origineel is. Nou, dat staat haaks op wat eigenlijk in de massacultuur gebeurt. Denk maar aan Andy Warhol in de massacultuur. Jeff Koons, dat soort gasten, die willen helemaal niet meer originaliteit. Die zeggen, originaliteit, er is het voor nodig, joh. Terwijl de moderne kunst, originaliteit is het criterium, hè. Kunst is pas goed als het vernieuwend en origineel is. En dan staat er een streepje kruisbestuiving tussen verschillende disciplines, samen met een groep gelijkgestemden het nieuwe brengen. Die zin staat er ook al heel lang zo in. Dat is een beetje een lastige zin. Maar je ziet dat kunstenaars ook met elkaar gaan samenwerken om nieuwe dingen te doen. Hè. Bijvoorbeeld de Dadaïsten. He, een balletvoorstelling met er ook in een film en kostuums, Picasso erbij, samen met de groep gelijkgestemde en nieuw brengen. Dus we denken allemaal hetzelfde over hoe willen we de wereld nou vernieuwen en verbeteren en dat gaan we samen doen. Dan staat er een zin die ik dus ook in een noemde form follows function. Dat is een begrip uit de bouwkunst en de vormgeving, he, dus de design, productvormgeving moet ik zeggen. Form follows function. Dus als je een ontwerper bent van bijvoorbeeld een gebouw, ga je eerst nadenken over de function van een gebouw in plaats van over de vorm. In de klassieke bouwkunst denk je eerst naar over de vorm. Het moet er ook mooi uitzien.
met zuilen en timpanen. Maar in de moderne bouwkunst ga je eerst nadenken, wat is het eigenlijk wat ik ga bouwen? Een ziekenhuis of een school of een woonhuis. En er staan voorbeelden bij van architecten die de moeite van het behandelen waard zijn om het idee van vorm van functie te kunnen begrijpen. Louis Sullivan, Amerikaan, die heeft eigenlijk de hoogbouw bedacht. Hè? Dus flatgebouwen, wolkenkrabbers, staalconstructies erin. Berlage is een Nederlandse architect, bijvoorbeeld hier van het... ik zit in Den Haag, dus ik zeg hier van het gemeentemuseum. Of het, Den Haag Kunstmuseum Den Haag, of weet het tegenwoordig. En dan hebben we Frank Lloyd Wright, dat is ook een Amerikaan, een hele beroemde architect. Een hele beroemde architect. Dus de moeite van het bekijken even waard. Dan staat daar een streepje alleen voor, ik heb zelf een streepje van gemaakt, maar wat erachter staat is alleen voor VWO. Morele aspecten van verwerpen van decoratie, tussen haakjes Adolf Loos. Hè, bepaalde radicale architecten zoals meneer Loos, die gingen... die wilden zo kaal mogelijk bouwen, hè, zonder decoratie, zonder ornamentiek. Want daar hadden zij morele bezwaren tegen. Dat wil zeggen, ze zeiden, het is tijd van crisis, Eerste Wereldoorlog, twintig crisis, weet je wel. Als we nu ook nog gebouwen heel erg gaan ornamenteren, versieren, kost geld. Kunnen we niet verkopen, joh. Socialisme, hup, kaal bouwen, plat. Dus echt die radicale moderne bouwkunst. Daar zit dus zo'n moreel idee aan vast. En dan hebben we nog als laatste anti-establishment en anti-kunst, ook voor HAVO. Bepaalde kunstenaarsgroepen die gaan heel erg in tegen dat elitaire idee wat klassieke kunst en muziek en dans eigenlijk heeft. He, dat noemen we het establishment, de mensen die bepalen wat kunst moet zijn. De futuristen die gaan er heel erg tegen in. Ik zei net al, die willen letterlijk dingen kapot maken en Louvre op de fik erin. Dada, nou, anti-kunst is het eerste wat je moet denken als je Dada leest. Hè. Humor en een soort nihilisme om kunst te beleven, om eigenlijk de spot te drijven met wat kunst eigenlijk is. Denk naar die urinoir van Marcel Duchamp. En Erik Satie is een componist. En Erik Satie is de componist van de Dadaïsten. Die heeft een soort anti-muziek geschreven. Ik behandel Satie altijd uitgebreid. Dus ga daar ook nog eens even naar kijken. Wie is die Satie nou eigenlijk? Dan gaan we naar kunstenaar en opdrachtgever politieke en economische macht. Dan staat er in de moderne tijd staan maatschappelijke verhoudingen ter discussie. Hè. Er komen nieuwe ideeën over hoe we de wereld moeten inrichten. Socialisme. Begrijp even wat socialisme is en wat is de invloed van het socialisme op de kunst en cultuur. Nationalisme versus internationalisme. Hè, blijf je bij je eigen landje of ga je wel. Eerste feministische golf. Hè, denk maar aan vrouwenstemrecht. Eind jaren 10. Emancipatie van de vrouw. Jaren 10, jaren 20. Flapper girls. Coco Chanel. Etcetera, etcetera. Vrouwenemancipatie begint ook dan. Houden ze bij examens de laatste tijd heel erg van. Hè? Een beetje vrouwen wat meer aandacht schenken. Heel goed. Opleiding. Hoe zit opleiding voor kunstenaars of componisten of dansers dan in elkaar in de moderne tijd? Nou, er ontstaan in de 20e eeuw niet traditionele academische. Je hebt tot die tijd altijd kunstacademisch, conservatorium, toneelacademie, opera. Die zijn eigenlijk al hetzelfde ingericht, maar in de 20e eeuw ontstaan er nieuwe academici die op een andere manier gaan kijken naar hoe word je nou eigenlijk architect of choreograaf. Nou, bijvoorbeeld het Bauhaus. Hè. Bauhaus, heel belangrijk. Zorg dat je begrijpt wat Bauhaus gedaan heeft. Zelfstandige gezelschappen ontstaan hè, in de podiumkunsten. Bijvoorbeeld weer de Ballerus, die komen zo ook nog voorbij. Wie zijn dan de opdrachtgevers van kunst in deze tijd? Mecenaat. Nou, wat bedoel je met mecenaat? Een mecenas is iemand die heel erg rijk is. En die geld investeert in vernieuwende, of in ieder geval interessante dingen die hij of zij interessant vindt. Voorbeeld daarvan is Helene Krüller-Müller. Daar is een museum naar vernoemd op de Veluwe. Een particulier verzamelaar. Zij verzamelt de kunst van kunstenaars. Waarvan anderen zeiden, dit is wel heel modern. En zij deed het wel, Van Gogh, Picasso, enzovoort.
Wat doen zij nou? Zij steunen de onafhankelijkheid van kunstenaars en hun zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Dat is een beetje een rare zin, maar ze bedoelen ermee het zoeken van die kunstenaars naar nieuwe mogelijkheden. Dat steunen zij, daar hebben ze natuurlijk geld voor nodig. Derden organiseren optredens en tournees. Ja, dus Djagilev is daar een voorbeeld van. Dat was de eigenaar, zou ik zeggen, van de Belarus. Die organiseerde optredens en tournees om zijn vernieuwende dingen te laten zien. Daar heb ik iets heel moois mee gedaan voor jullie. Niet voor jullie, maar om te laten zien. En dat is echt een programma, boek, werk uit 1917, geloof ik, van de Belarus. Kijk, en dit is dus een boek waarin werd getoond, kijk, wat is er nou te zien in het 18e seizoen, het 8e seizoen van de Belarus. En er staan prachtig mooie, kijk joh, prachtig mooie printen, tekeningen van kostuums en decors in de beroemde voorstelling Sacre du Printemps, die je natuurlijk even moet bestuderen, staat erin genoemd, dans onderwerpje over Stravinsky, de componist, over Nijinsky, de choreograaf en danser. Kijk, Nijinsky en Savina. Kijk eens eventjes. Prachtig mooi. Nou, dit soort boeken gaf de Belarus dus uit bij hun tournee. Hè? Dus in 1970 gaan we deze voorstellingen opvoeren. Een boekie. Nou, oké. Okay. Schitterend. Ja, hier ben ik heel trots op. Goed. Kunstgalerieën, hè, dus je hebt musea. Een galerie is iets anders, want een galerie laat ook kunst zien, maar dan kan je het ook kopen. Dan hebben we politiek en kunst, propaganda en of kritiek, verboden kunst. Hè, dus je kunt kunst inzetten. Nou, er zijn wat totalitaire regimes aan het begin van de 20e eeuw die kunst nogal willen inzetten als propagandamiddel. Hè, de nazi's en de communisten. Of juist kritiek op kunst, dat kan natuurlijk ook. Hè, de nazi's hadden een vrij uitgesproken idee over wat niet oké was binnen de kunst. En dat noemen zij entartete kunst. Hè. Dat was eigenlijk verboden kunst voor de fascisten. Moderne bouwkunst bijvoorbeeld. Hè. Bauhaus werd gesloten. Nou, er is nu nog een partij in Nederland die wil ook moderne bouwkunst. Het liefst kapot hebben. Misschien kun je die vergelijking trekken. Kunst en vermaak. Film als amusement. He, dus wat is nou gewoon de vermaaksfunctie van kunst? Die is er uiteraard in de 20e eeuw ook nog. Film, er worden films gemaakt die puur voor amusement zijn. Disney deed dat. Musicalfilms, spreekt allemaal voor zich. We hebben theatershows. Er staan er voorbeelden van soorten theatershows. Bijvoorbeeld de revue, dat is met dans en grapjes. Cabaret, circus, musical, showdans, spreekt allemaal eigenlijk wel voor zich. Moderne gezelschapsdans uit de VS, bijvoorbeeld de Charleston, hè, dat noemde ik straks als een voorbeeld van een niet-theaterdans eigenlijk, hè, die populair werd. Ook een beetje waarin vrouwen een keer iets meer mochten doen, dus ja, best wel fancy voor die tijd. In Engeland gingen ze nog gewoon ballroom dansen, zie ik. Dan hebben we nieuwe muziekstijlen, die bijna allemaal voortkomen vanuit toch wel een soort African-American traditie, hè, blues, ragtime, jazz. Rhythm and blues, swing. Ja, allemaal hartstikke vernieuwend toen. Dan gaan we naar kunst, wetenschap en techniek. Daar staat die eerste alleen voor VWO. Kunst probeert de werkwijze van wetenschap te hanteren. Grondslagen en bronnenonderzoek. Nou, een beetje moeilijk geformuleerd. Maar wat staat er nou? Kunstenaars voelen zich soms ook een soort wetenschapper. Hè? Dus door middel van wat zij maken, kunnen ze ook dingen ontdekken over de wereld. Dat klinkt een beetje vaag, maar je moet bijvoorbeeld denken wat ze bij dat bouwers deden. Johannes Itten, van de kleurencirkel van Itten, die ken je wel, want dat heb je in de brugklas allemaal moeten inkleuren met verf, die cirkel, met die kleuren, de primaire, secundaire kleuren, hoe dat dan contrasteert en zo met elkaar. Dat is daar een voorbeeld van. Hè. Hij was een kunstenaar, maar hij ging dus op zoek naar wat zijn kleuren eigenlijk. En daar kun je dat expressionisme dus weer beter van maken. Dan staat de tweede streepje kunst als een laboratorium. Staat weer in het Bauhaus. Nou, dat heb ik al verteld.
onderzoek naar nieuwe materialen. Ja, bijvoorbeeld gewapend beton. Gewapend beton is beton met staal erin. En wat kun je daar nou mee doen? Nou, bijvoorbeeld wolkencovers maken. Experimenten met elektrisch licht in het theater. Elektriciteit is ook een moderne uitvinding. Tenminste, de toepasbaarheid van elektriciteit. Wie deed er bijvoorbeeld Louis Fuller? En Louis Fuller is een choreograaf, danseres. Die ging in haar voorstellingen daar iets mee doen met elektrisch licht en kleur. En met vorm en beweging in de ruimte. Bijvoorbeeld Oscar Schlemmer. Oscar Schlemmer was een choreograaf van... in dat geval heeft hij aan het Bauhaus gewerkt. En die ging nadenken over... hoe kan ik nou dat idee van modernisme, hè, dat hele idee van vorm follows function, in de dans vertalen? Nou, Oscar Schlemmer en zijn modernistische dans heeft wel eens in het examen gezeten. Daar werden leerlingen toen heel ongelukkig van, kan ik me herinneren. Ik denk een jaar of 7 geleden. Maar goed, hè, we weten het niet. Het kan allemaal, want het is examenstof. Dus kijk ook even snel wat Oscar Schlemmer gedaan heeft. Misschien heb je eens van triadisch ballet gehoord of er iets van gezien in de les. Er wordt geëxperimenteerd met bewegend beeld. Logisch, dat noemen we film. Maar je kunt daar een beetje experimenteel mee zijn. Of juist helemaal niet. Louis Buñuel is een surrealistische filmmaker. Die werkte veel met Salvador Dalí bijvoorbeeld. Man Ray is ook echt surrealist. Dada is fotograaf eigenlijk. Man Ray zei ik ook de moeite waard om eventjes... ik heb het er in mijn les geloof ik over Picasso... Komt Man Ray nog voorbij? In mijn video bedoel ik. Experimenten met klank. Bijvoorbeeld sprechgezang. Sprechgezang is een techniek van zingen. Die eigenlijk heel nieuw is. Hè, die afwijkt van operazang. Spraak. Ja, we hebben een Nederlands woord voor sprechgezang. Spreekzingen. Nou, dat is ook. En klankbronnen. Bijvoorbeeld lawaaimachines, elektrische gitaar. Nou, lawaaimachines. Zo moet je dan denken. De futuristen bedachten bijvoorbeeld nieuwe machines. Die eigenlijk gewoon geluidsmachines waren in plaats van klassieke instrumenten. Hè, om af te wijken van het klassieke idee van muziekinstrumenten. Elektrische gitaar is natuurlijk een uitvinding die pas in de moderne tijd kan komen. Omdat de toepasbaarheid van elektriciteit dan ontwikkeld wordt. Elektrische gitaar is anders dan een klassieke gitaar, logisch. En er staat er alleen voor VWO nog ontwikkelingen van opnametechniek en distributie. De radio, de grammofoon, de geluidsfilm. Ja, als je muziek kan opnemen en verspreiden, dan verandert dat het hele idee van muziekbeleving. Ja, de radio verandert dat natuurlijk ook. Hè. Je hoeft niet meer naar een concert om muziek te luisteren, je kan gewoon thuis blijven. En later gebeurt het ook met televisie, maar dat zit in het volgende onderwerp. En dan kunst intercultureel. Dat wordt best wel belangrijk bij dit onderwerp, want daar verandert natuurlijk wel wat. Hè. Je hebt een bepaalde westerse blik op andere culturen. Dan worden de termen exotisme en primitivisme bij je. Exotisme, alles wat van ver komt, is sexy en spannend. Primitivisme, ja, de meest onbeschaafde stammen en mensen, die zijn eigenlijk reuze interessant. Omdat die gewoon handelen vanuit hun gevoel en niet vanuit hun verstand. Dus dat sluit er heel mooi bij aan. Wie doet dat nou bijvoorbeeld? Paul Gauguin, hè, die staat iets verderop. Schilder, vriend van Gogh, die ging in zijn bootje naar verre oorden om daar primitieve mensen te bekijken. En niet alleen te bekijken, overigens. Dat deed hij vanuit een soort kritiek op de eigen cultuur. Hè. Hier zijn we veel te doorgeslagen in dat modernisme hier in Parijs. Ik wil lekker terug naar de oerbron. En dan staat er nog verheerlingen van primitief en zuivere leven. Nou, Josephine Baker, dat was een zwarte Amerikaanse zangeres, danseres, actrice. Die dat in het begin van haar leven wel een beetje heeft uitgespeeld. Hè. Dat hele idee van ik ben een primitief Afrikaanse vrouw. En die werd er reuze populair mee in Frankrijk. Maar later gebeurde daar nog veel meer mee. Dus ik ga ook eens even kijken naar Josephine Baker. In je boek of in mijn video, of zoals ook vast voorbij komen ergens, of in je aantekeningen, whatever, kijk maar even vandaan haalt. Uiteraard zijn er niet Europese invloeden op kunstenaars. Hè. We leven in een tijd dat de wereld steeds geglobaliseerder wordt al. Wie zijn er kunstenaars die zich laten beïnvloeden door niet-Europese ideeën en kunstvormen? Bijvoorbeeld Henri Matisse, hè, de schilder van het expressionisme, Antonin Artaud. Ik noem hem straks al het theater maken van het theater van de vreedheid. Het is een andere manier van toneel maken.
zoek even op wat heeft die atoom betekend. Root St. Denis, choreografe, heeft er ook iets mee gedaan. Kijk even wat heeft die Root St. Denis nou precies veranderd aan de dans vanuit die niet-Europese invloed. En de componist Igor Stravinsky, die is natuurlijk heel belangrijk. Die werkte ook voor de Ballerussen. Stravinsky staat hier ook nog ergens in genoemd. Met een interview, mogelijk gepakt. Hier staat de compositeur Igor Stravinsky, die ging werken voor de Ballerussen. Vette muziek geschreven, klopt voor Sacre du Printemps. Heb ik ook een hele video over de Sacre du Printemps, die ook wel de moeite waard is om ze even te bekijken. Er komt waardering voor de Afro-Amerikaanse muziek, bijvoorbeeld jazzmuziek. Jazz gaat echt emanciperen als eigen muzikale stijl. En daar was laatste nog een onderzoek naar volkscultuur. Wie doet dat bijvoorbeeld? Béla Bartók, Hongaarse componist. Die kent misschien die foto wel, dat hij met zijn fonograaf, een opnameapparaat, een primitieve Roemeense of Hongaarse of whatever, stam, een volk, dorp bezoekt en daar hun volksmuziek gaat opnemen om daar vervolgens iets mee te doen in zijn eigen werk. Dit is vrij, ik bedoel, het zijn maar vier streepjes, maar dit is een vrij interessant blokje specificaties, een interessant blokje examentermen bij dat kunst intercultureel, waar echt wel heel veel uit te halen is. Ja, en zo zijn we aan het einde van dit gekomen. Hè? Dus ja, ik denk dat je na deze kleine drie kwartier aan vertellen wel echt bereid moet zijn om hier eens even in te gaan duiken. Wie zijn al die gasten? Wie is die Djagilev? Wie is die Freud? Wie is die Erik Satie? Wie is die Man Ray? Ze staan er niet voor niks al mee genoemd. Het zijn voorbeelden uiteraard van kunstenaars die je kan bestuderen om dit te begrijpen. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat Man Ray of Bauhaus of Laban of Mondriaan, dat die ook in het examen komen. Aan de hand van de voorbeelden die hier genoemd staan, kun je concepten leren begrijpen. Nou, en dan is dit nog maar een van de vier onderwerpen. Dus ik hoop niet dat een moedje al heel erg in de schoenen is gezonken. Want het is reuze interessant en reuze leuk. Maar het is wel een driejarig traject. Wat nu een beetje op zijn einde gaat lopen. Voor VWO en voor HAVO is het uiteraard een tweejaar traject. Maar het is ook iets minder stof. Nou, dan zet ik hem weer op stop. En dan ga ik dit maar eens even in elkaar editen. Tot de volgende keer.